Op een warme zomerse dag hadden de leerlingen na de pauze best wel dorst. Jongens, wat is er nou aan de hand? Er komt geen water meer uit de kraan. Dan kunnen we toch ook gewoon naar die andere wc toe? Sorry jongens, maar ik kon ook niet, zeg maar, doortrekken, dus... Even allemaal rustig zijn. Maar mevrouw de directrice, wat is er dan aan de hand? Jullie moeten snel meekomen, de koning is op tv. Koning op tv. Juf, is er wat ergens of zo gebeurd? Rustig aan jongens, de uitzending is al bijna begonnen. Landgenoten, fijn dat jullie kijken naar deze uitzending. Er is te weinig water in de wereld, daarom moeten we nu ingrijpen. In het geheim is het waterregelcentrum opgericht. En dat ziet er ongeveer zo uit. Het plan was dat er over de hele wereld paraplu's zouden worden uitgepakt. En die gingen al het regenwater opvangen. Paraplu's over hele landen, maar ook in straten en gebouwen. Ze hadden er ook een mooie naam voor bedacht. The Giant Umbrella. Wat? The Giant Umbrella? Ja, ik vind het wel een beetje vaag hoor. In het waterregelcentrum zorgen ze ervoor dat elk land maar 1 uur water krijgt per dag. Zo wordt het water eerlijk verdeeld over de hele wereld. Dus iedereen moet extra zuinig zijn met water. U hoort, dames en heren, er zou nu heel veel minder water zijn. Ja, maar nu kan ik niet meer een half uur douchen. Hoe moet het nou in de zomer met het zwembad in onze tuin? Dan drogen we uit. Maar ik heb een groter probleem. Wat dan? Nu kun ik geen waterballonnengevecht meer in de zomer doen. Ja, dat is een groot probleem. Ja. In het waterregelcentrum waren ze druk bezig om het water naar de juiste landen op te sturen. We hebben net het water naar Frankrijk gestuurd, 1 uur. Nu gaan we over naar Engeland. Ben je er klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Ja, ik zie het zelf naar Engeland. Ja, het water moet nu naar Spanje. Snel. Oh, als het goed is, moeten we nu water hebben. Niks op papieren. Nee. Het water gaat naar Spanje binnen. 3, 2, 1. Nu. Ja, we hebben eindelijk weer een uurtje water. Het water moet nu naar Italië. Het zou niet zijn, hè? Het water verdelen ging erg goed, totdat het volgende gebeurde. Het is 1 uur. Draai de kraan van België maar uit, want nu moet ik Nederlands water krijgen. Yo, dit lukt echt niet. Kom eens even helpen. Maar hij lukt niet uit. Echt niet? Ja. Het lukt niet. Zometeen over strand België. We hebben echt een heel erg groot probleem. België gaat overstromen. Echt een ramp. Lang zijn het water. We zitten al 2 uur te wachten voor het water. Ja, alleen het komt er niet. Het lukt gewoon niet. Ik vraag me af waarom niet. Horen jullie dat ook? Ja. Volgens mij is het druppel en het komt van de andere kant. Ja, hallo mensen.
Denk eens even na. De Giant Umbrella bestaat nog ineens. Water is het meest kostbare wat we hebben. Dus wees er zuinig op. Ze hebben natuurlijk helemaal gelijk. De film is best wel nep. Maar hopelijk denk je nu wel een beetje na over hoeveel water jij eigenlijk gebruikt. Ja, dat was het einde. Maar mocht je nou de bloopers willen zien, dat kan. Die staan er bovenaan. Of daar. Daar vind je nog een andere hele leuke andere kinderrechtenfilm. Of daar kan je abonneren. Doen, hè? Abonneren. En bloopers kijken, andere film. Doen. Oké, hoi.